Goedemorgen, we hebben even ontbeten en opgemaakt en klaargemaakt. En we zijn nu bezig met een fietstour. We hebben al iets van champignonbomen gezien en hoe ze rubber maken hier. En eigenlijk overal. En dat rubber komt van een boom. En nu zijn we bij een school. Het is wel grappig hoe dat eruit ziet, want alles is zeg maar in uniform en zo. We zijn nu op een soort van beurs en van elk gedeelte van Azië laat ze iets zien, zeg maar. Ze hebben het echt wel mooi gedaan. Klasje vol geschat? Ja. Ik heb het groot. Oh, wel. Oh, jeetje! Het komt gewoon over de vraag. Kijk, je is in het dagelijks leven thuis weer naar deze. Eigenlijk heb je op je eigen les gehad. Oh, helemaal aan elkaar. Heb je op je eigen les gehad? Hartje. Engels, Thais, Duits en Nederlands. Aziatisch. We hebben elkaar gekeken en nu gaan we weer fietsen naar een tempel. Ja, omhoog. Waarschijnlijk mag je niet eens naar binnen. Ik heb ook nog een split op mijn rug. We hebben een fietstour gehad en we hebben weer een tempel gekeken. Die heb ik alleen niet gefilmd, want die zijn allemaal een beetje hetzelfde. We zijn nu weer terug bij de familie en we gaan even eten. Wat voor zo? Oeh. Staat weer allemaal netjes klaar. En nergens te wachten. Dan zometeen gaan we naar een hotel. Zwemmen. Ja, ik heb echt zin om te zwemmen. En morgen gaan we naar Koh Samui. Daar heb ik echt zin in. To the beach. En ik zit in het zwembad. Proost! Proost! Vincent! Ja, je moet erbij. Proost! Lekker! Op Vinnie's verjaardag, want het was ook op vrij weekend in Thailand. Heb je dat gemeld? Nee, weet niet meer. Goeie zin. Goedemiddag. Ik heb deze vlog... Ik wilde deze vlog dus gaan editen en ik kwam eraan dat... Ik wilde deze vlog dus gaan editen en ik kwam erachter dat het einde een beetje abrupt was. Ik zat in het zwembad met een biertje en het was echt, ja, proost. En vervolgens keek ik naar de volgende video en was het, hey, goedemorgen. Dus bij deze moest ik nog even zeggen dat we die avond gingen we gewoon op het strand eten en hebben we nog een paar cocktailtjes gedaan. En voor de rest eigenlijk helemaal niet zoveel, want het hotel was eigenlijk een soort van tussenstopje. En dat was puur, zeg maar, om... Tenminste, wij vonden een beetje dat het was om de dagen een beetje op te vullen. Want de volgende dag gingen we naar Koh Samui. Tenminste, gaan we naar Koh Samui. Dus morgen gaan we naar Koh Samui. En dit was meer, zeg maar, we kwamen er in de avond aan. En we gingen er in de ochtend vroeg weer weg, zeg maar. Dus we hebben eigenlijk helemaal niet zo heel veel gedaan. We hadden gewoon
cocktailtjes gedronken en daarbij sluit ik deze vlog maar alsnog af. Sorry, maar tot morgen!